Hoi, super leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb de laatste tijd zoveel interieurs en zoveel huisjes geminiatuurd dat ik dacht van, ik vind het ook wel leuk om er eens een keer wat figuren bij te maken die ik dan voor de huisjes kan zetten of in de interieurs kan zetten, zodat ik een soort van kleine verhaaltjes echt uit kan beelden. Ik zal je in deze video laten zien hoe ik ze heb gemaakt. Althans, ik zal beschrijven hoe ik ze heb gemaakt en wat je ervoor nodig hebt. En ik zal elk figuurtje zal ik nog even apart laten zien en beschrijven. En dan, nou, misschien raak je wel geïnspireerd en heb je zelf zin om ermee aan de slag te gaan. Ik zal je allereerst even zeggen wat je er allemaal nodig hebt om de figuren te maken. Allereerst wat ik doe is bedenk ik van wat wil ik eigenlijk maken. En dan zoek ik op, ik gebruik voornamelijk Pinterest, maar je kunt natuurlijk ook Google afbeelding. Ga ik helemaal allemaal afbeeldingen van bijvoorbeeld een haas of een konijn of een muisje, wat ik ook maar wil maken. Dat zoek ik op en dan ga ik kijken van hoe zit die, hoe groot zijn de oren in verhouding tot de rest van het lichaam. Zodat ik een beetje een beeld heb van hoe ik het kan gaan maken. En wil ik het figuurtje zittend hebben, wil ik hem staand hebben. Dat ga ik me dan alvast bedenken en daar zoek ik dan afbeeldingen op. Vervolgens wat je nodig hebt is zelfdrogende klei. Gewoon heel simpel. Je kunt het ook wel vinden. Dit is toevallig van de Das. Maar ik moet eerlijk zeggen, die van de Action vind ik ook heel fijn, fijn werken. Voor de oogjes gebruik ik gewoon van die simpele knopspelden. En die knip je dan, als je het in het hoofdje steekt, wel een stukje af met een tangetje. En dan gebruik ik nog ijzerdraad. Oh, die heb ik hier. Kijk, dit ijzerdraad, vorm ik als je bijvoorbeeld een oortje wil. Dan maak je de vorm van het oortje. En dan beplak je het met de klei. Zo. En dan kun je hem zo in een hoofdje steken. En op die manier blijven de oortjes mooi rechtop. Of de handjes blijven mooi recht. En ze vallen niet en ze zakken niet. En dat is gewoon heel erg mooi om daarvoor ijzerdraad te gebruiken. Ook om poortjes te vormen. En op die manier. En weet je, het komt eigenlijk niet eens zo heel nauw. En het is ook niet de bedoeling dat je echt iets maakt. Echt precies van een voorbeeld, want het is juist leuk omdat het jouw figuurtje is, dat het echt wel een beetje je eigen stijl wordt. En een muisje met net wat te grote oren of net wat te kleine oren, juist alleen maar leuk. Dus op die manier ook ijzerdraad. Vervolgens als alles gedroogd is, gewoon acrylverf en een normale penseel. En dan lak ik het af met deze. Die heb ik al eerder verteld. Deze vind ik gewoon heel erg fijn van zo'n strenen. En als je wil kun je er nog een vachtje op maken. En dit is toevallig weer wol wat je kunt filteren. Maar ja, je kunt natuurlijk ook watten gebruiken dat je opschildert. Je kunt een leuk jasje maken van een oud reststukje stof. Je kunt een klein kantje gebruiken als sjaaltje of een mutsje maken. En wat ik ook gewoon heel vaak doe, want je hebt altijd van deze kleine stukjes restklei over. Kijk, en daar maak ik dan weer kleinere accessoires van. Zoals bijvoorbeeld, ik zal eens even pakken, dit kopje kun je dan maken. Zie. Of een, en ik heb ook of een leuk boek. Of, kijk, hier heb ik een leuk een boek gemaakt. Hier kan ik dan papier instappen. Maar weet je, dat zijn allemaal, als je dan toch bezig bent met kleien en je hebt wat klei over, zorg dan voor leuke dingen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook voor uil had ik deze, wat is dit, hoe noem je dit eigenlijk? Ja, dat hebben van die professoren, hebben dat wel eens zo op het hoofd in het begin van het academisch jaar. Nou, eigenlijk zou ik moeten weten hoe het heet, maar ik weet het dus niet. Maar in ieder geval, zoiets heb ik dus wel nu nagemaakt. Ook opgeschilderd en afgelakt. En ik had zin om heel veel kroontjes te maken. Want ik had een verhaal in mijn hoofd wat ik wilde uitbeelden. En ik heb allemaal ook kroontjes gemaakt van klei. Kijk, en dan heb ik weer allemaal reststukjes lint. Kijk, opgemaakt. En hier is een ander kroontje. Daar heb ik dan weer een kraaltje in gezet. Dus van al die reststukjes klei, gooi het niet weg.
maak er gewoon leuke kleine accessoires van voor in je miniatuur interieur. Of waar meer de personages die ze op kunnen doen of waarmee ze wat kunnen uitbeelden. Is gewoon hartstikke leuk. In dit interieur zie je al twee personages die ik heb gemaakt. Dit is Haas. En Haas die heeft een rugzakje op van een papave en ze is gemaakt van klei. En ik heb de oren heb ik eerst opgezet, net als de poorten, met ijzerdraad. En daaromheen heb ik dan, misschien kun je het aan de onderkant wel een beetje zien, hier zie je nog wat ijzerdraad lopen, zie. En vervolgens ben ik dat gaan bekleden met klei. En toen het klei goed uitgedroogd was, want ik werk met dat zelfdrogende klei dus, heb ik het opgeschilderd. En dan is het de zaak, zoals ik net al vertelde, dat je echt een goed voorbeeld hebt van een haas. En dat je dan ook echt een beetje kijkt van, ja, maar hoe zit het met de kleuren om de ogen heen? En om die knopspelden goed als ogen in de oogkassen te kijken, krijgen, heb ik de oogkassen wat uitgehold. Want anders krijg je ze de speldenknoppen echt te bol op de schedel, zeg maar, op het hoofdje. En dat, ja, dat is gewoon niet, niet zo mooi. Kijk, dit is Haas. En Haas die zat lekker aan tafel samen met Uil. Dit is Uil. En kijk, Uil heeft ook knopspelden. En daar heb ik met verf zwarte puntjes op gemaakt. De vleugels van Uil heb ik ook gemaakt met ijzerdraad. Zodat ze zo mooi zouden blijven staan. En de rest is gewoon allemaal gewoon helemaal massief met klei zonder ijzerdraad. Kijk, en Uil heb ik ook weer helemaal opgeschilderd. Een ander personage is Muis. Kijk, Muis heb ik ook gewoon van klei gemaakt. Maar zoals je ziet is Muis wat wolliger. En daar heb ik wat, wat wol waar ik dan normaal mee naaldvilt, heb ik daarvoor gebruikt. Maar je zou eventueel ook watten kunnen gebruiken die je dan helemaal uittrekt en beschildert. Kijk, de knopspelden voor de ogen. Ik heb bij Muis heb ik ijzerdraad in de oortjes verwerkt, zodat de oortjes mooi los van het hoofd af kwamen. En in de armen heb ik ook ijzerdraad. En voor de rest is het gewoon helemaal, helemaal van klei. En weer helemaal opgeschilderd. Kijk. En voor het elfenhuis staat Eekhoorn. En Eekhoorn is natuurlijk ook weer gemaakt van zelfdrogende klei. En de staart heb ik beplakt met wol waar ik normaal ook weer mee naald vilt. Ze heeft wat pluimpjes bij de oren. Ik heb, net als bij de andere figuren, heb ik echt goed gekeken naar afbeeldingen van de dieren zelf. In dit geval dan een eekhoorn. Hoe een eekhoorn zit. Verhouding, hoofd, lijfje. Kijk, en dan kun je natuurlijk zelf weten. Want als je meer een fantasiedier wil, dan is het ook juist leuk om de verhoudingen wat uit elkaar te trekken. Maar kijk, en ik heb voor de armpjes heb ik dan, in de armpjes heb ik wel weer ijzerdraad. Maar ja, verder ook weer knopspelden voor de oogjes. Ik heb goed weer gekeken hoe de vacht eruit ziet. De tekening in de vacht. En dat heb ik ook weer nageschilderd. En vervolgens weer met een soort lak, een varnish eroverheen. Kijk. En dan hebben we Eekhoorn. En hier heb je alle personages bij elkaar. Muis, Uil, Haas en Eekhoorn. En zoals je ziet hebben ze een kroontje, de boekjes. Allemaal hoe heet het, accessoires erbij. Die ik dan weer heb gemaakt van de stukjes klei die over waren. Dan hoef je op die manier niks weg te gooien. En het kleedt allemaal zo leuk aan. Kijk op dat tafeltje daar ook weer. Kannetjes, broodjes, kopjes. Allemaal van die reststukjes die ik over had gemaakt. Ja. En dit zijn de vier figuren die ik er dus voor heb gemaakt. Voor in de interieurs en voor bij de huizen.
echt superleuk dat je naar deze video hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven of wil je meer zien? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Kijk op mijn Instagram site van de Minimakers Tale. En ik heb ook nog een eigen website www.deminimakersteel.nl. Graag tot ziens. Dag!